Welkom. Wij zitten in de beurs van Berlage, waar we de hele dag interviews doen op de Digital Marketing Live 2016. Mooi evenement. Dree Kampfraat, je hebt jou eerder gesproken toen we verslag deden tijdens de e-week. Ja. Nou, er zijn op dit moment niet alleen in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland enorm veel activiteiten deze week. Ja. Is de e-week niet per ongeluk hier naartoe verschoven? Nou, ik ben wel jaloers op wat er nu gebeurt. Qua spreiding door Nederland en überhaupt wat er aan mensen komt en gebeurtenissen is natuurlijk. Wij hopen natuurlijk in oktober ook weer Google. Maar nee, het is... laat ik zeggen, er is een zekere inspiratie ontleend aan de Amsterdam e-week voor dit event. En ja, wat hier natuurlijk nu neergezet is in gezamenlijkheid door alle steden en onder de enorme drive van Startup Fest, Startup Delta, is natuurlijk enorm. Het is geweldig. Ik was gisterochtend in Hotel Zoeco en daar zitten alle buitenlandse investors. En ja, dat hele hotel is ook gebrand, maar dan zie je overal de lijsten met de trips naar Eindhoven, naar Enschede, naar Delft, voor al die investors. Lange lijsten, auto's, dingen. En dan denk ik, wauw, wat een fantastisch event. Ja, want voor wie het een beetje gemist heeft, althans de grootsheid ervan. Ja. Ik zelf weet... Ik heb actief, er is iets groots in Utrecht op dit moment. Ja, daar is een hackathon aan de gang van een aantal dagen. De hackathon party. Hè? En in Amsterdam hebben we, waar we nu zitten natuurlijk. Ja, en de Next Web. En er is van alles aan de gang ook. Hè? En bij Nijmegen is gezondheidszorg. Gezondheidszorg, deze week. Ja. Deventer heeft hier volgens mij niet rechtstreeks mee te maken. Maar was het grootste kennisfestival van Nederland gisteren. Was ook helemaal uitverkocht. Ja, In Eindhoven heb ik dingen op de rails gezien. Daar zijn een aantal start-up dingen. Er zijn ook een hackathon, dus ook een... En er is nog een Energy Fest gaande ook. Ja. Nu kan je enerzijds zeggen, ja prachtig hè, dat er zoveel gebeurt. Mooi. Tegelijkertijd zijn er momenten waarop ik ook denk, is het geen overkill zoveel? Ja, kijk. Het momentum is daar. Er zijn, ik geloof, in totaal 150 VC's. Uit binnen- en buitenland die hier actief deze week worden rondgestuurd. Ja, en iedereen zet gewoon even zijn beste beentje voor. En dan is er misschien, als je een van die events een andere week had georganiseerd, waren er misschien meer mensen nog naartoe gekomen, maar niet die visies. Dus in die zin is het fantastisch geslaagd en werkt de opzet. Ja, jij zelf bent dus van de Amsterdam e-week. Ja. Wat betekent deze week voor de Amsterdam e-week? Nou, een aantal dingen. Ten eerste is het natuurlijk zo dat Amsterdam in dit hele fest natuurlijk wel heel nadrukkelijk op de kaart wordt gezet. Ik bedoel, een headline zoals we mee gestart zijn dinsdag is unprecedented worldwide. Ja. Dat geeft aan dat hier van alles gebeurt. En het idee achter de Amsterdam e-week is natuurlijk om het Amsterdamse ecosysteem in de spotlight te zetten. Het tech-ecosysteem. En iedereen die hier geweest is, die hiervan gehoord heeft, die heeft dat natuurlijk... Dat resoneert door. En de neiging, de drang om dan naar die e-week te komen zal dus ook veel groter zijn. Mensen zullen eerder gevoel hebben, oh ja, daar gebeuren spannende dingen. Nu is er weer een festivalweek, let's go. Dat is althans onze hoop. En, Hoe moeilijk is het voor jou om al die verschillende initiatieven bij elkaar te brengen? Want ecosysteem is altijd een mooi begrip. Tegelijkertijd is iedereen ook met zijn eigen feestje bezig. Hè? Zeker. En uiteindelijk gaat het ook om je eigen feestje succes te maken. Ja. Nou goed, dat is nu de e-week groeit en groeit, moeten we zorgvuldiger kijken of het elkaar niet bijt. Hè? Dat het ene club niet iets organiseert waar eigenlijk de helft van de andere club ook naartoe wil. Hè? Dus dat is, daar moeten we zorgvuldig in zijn. Aan de andere kant zie je dat... Men merkt dat het werkt. Men merkt dat het leuk is. Dus de energie neemt niet af. En dat betekent dat ik minder hoef te duwen en meer mag sturen. Zijn er al dingen die je kan noemen die anders, groter of andere accent? Of hoe ziet de komende e-week eruit? Nou, er zijn ten eerste meer internationale events. We hadden altijd e-retail Europe, waar dan de grote retailers, de Zalando's en de Carrefour's en zo, bij elkaar kwamen. Zo'n 180 baasjes. En dat hebben we nu ook met e-travel
International. Dat hebben we nu ook met e-sports. Er komen de digital man van Düsseldorf komt geloof ik langs. En weet je, de internationale component is enorm versterkt. We hebben vorige keer een symposium gedaan met de universiteit, de VU en de HVA. Daar komt nu ook de Universiteit van Amsterdam bij en meer internationale sprekers. Dus dat wordt groter. Wat is er nog meer? Ja, de rest is eigenlijk, moet ik allemaal nog even geheim blijven. Geheim blijven. Wanneer is het ook alweer? 3 tot 8 oktober. 3 tot 8 oktober. Ja. Mooi. Deze week is nog niet afgelopen, maar dan kijken we daar alvast naar vooruit. Dankjewel. Hartstikke leuk. Zie ik je dan weer. Als je nu live aan het kijken bent, dan weet je dat we de hele dag hier interviews doen. Tot vanmiddag 5:30. Iedere half uur ongeveer schuift er iemand aan. Dus blijf kijken. Kijk je om iemand, dan weet je dat je dat geheel inmiddels al terug kunt kijken. Tot straks. Ja, kom maar. Ja. Nou, dan spreken wij gewoon. Dan pakken wij de draad weer op. Ja, pakken we de draad. Heel goed. We hebben een presentatie waar we mee kunnen.